Welkom bij de Scooby voor Kids. Dit is Wendy. En ze gaat de wereld rond. Veel plezier, kinderen. How you doing? Je zal vast wel eens op school hebben gehoord van het monster van Loch Ness. Nou, bij dat beroemde meer staan wij nu in Schotland. Het meer is 37 kilometer lang en op het diepste punt is het 226 meter diep. Dit meer staat vooral bekend om het monster van Loch Ness. Het monster zou verschillende keren afgelopen jaren zijn gefotografeerd, maar wetenschappers hebben dit nog nooit vast kunnen leggen. Vandaag staan wij op de Hoogeveluwe bij het hertenkamp. Hier worden zieke hertjes opgevangen en behandeld. Wanneer deze herten zijn hersteld, worden zij weer losgelaten in het wild. Leuk je weer te zien bij Wendy de Wereld Rond. Vandaag staan wij in Canada. Ongeveer 50% van Canada is bedekt met bos. Er groeien veel verschillende boomsoorten zoals naald- en loofbomen. In deze bosrijke gebieden leven veel wilde dieren. Natuurlijk het symbool van Canada de bever, wolven, beren, elanden, herten, uilen, eekhoorns en zo af en toe een lynx. Vandaag staan we in Noorwegen. Vanaf deze toren kun je meer dan 300 soorten vogels zien. Kijk even met me mee. Er zijn veel watervogels te vinden in de kuststrook. Je vindt hier onder andere de drietekmeel, de Noordse stormvogel en de zeearend. Op de hoger gelegen gedeelte is het niet makkelijk om vogels te zien, maar met een beetje geluk ziet u misschien de sneeuwhoen, steenarend en de sneeuwuil. Daar is Wilde Willy, het neefje van Wendy. Willy houdt van muziek spelen in de natuur. Deze moedige avonturier duikt iedere aflevering de natuur in om op onderzoek te gaan naar dieren en planten. Dit zorgt voor vele avonturen. Kijk iedere dag waar Wilde Willy nu weer eens uithangt. Extreme weersomstandigheden. Zo kan het verschil tussen dag en nacht tot wel 50 graden verschil oplopen. Dit zorgt ervoor dat warmte, licht en vocht in verschillende combinaties voorkomen. Zo kunnen er toch planten en dieren leven. Roofdieren als hagedissen, slangen, jakhalzen, vossen en haviken komen in woestijn vrij algemeen voor. Maar evenals in andere streken zijn planteneters het meest aanwezig. Zwermen insecten leven van woestijnplanten. Antilopen, kamelen en andere grazende dieren knabbelen aan de taaie stengels en bladeren.
Wil je de avonturen van Wendy en Willy niet missen? Kijk dan iedere schooldag tussen 5:30 en 5:30 naar Wendy de Wereld Rond op Discovery for Kids. How you doing? How you doing? How you doing? How you doing, Miss Wendy? The diva of TV wants to know how you are. With the thing, how you doing? She's a rock star. She has emotional wits, so when she's being messy, says that's the kind of girl I am. Allegedly. How you doing?